Nou, ik had zomaar bedacht dat elke dag wat gaan filmen en gaan editen me echt te veel werk kost. Aangezien het editwerk al iets van 6 uur tijd nodig heeft. Dus ik denk dat ik dit weekend gewoon allemaal kleine stukjes film en dan maak ik daar wel wat van. Dan kun je daar tenminste nog van zien hoe mijn weekend was. Ik ben nu met Winky, met Meisje in het bos. Want ze gaat eventjes wat foto's van me maken. Met die afgezaagde 20 ballonnen. Waar zitten we mee nu? Nou, hartstikke leuk dat ik zo'n ballon heb gekocht. Maar als er geen rietje bij zit, dan kan ik het ook niet opblazen. Ik vind het echt onnozel. Het is niet leuk. Doe som. Dan ben ik gewoon een grote mul. 200 meter die kant op lopen. Ik kan hem een rietje halen. Nee, beter van niet. Jawel, dit is denk ik nog niks gekocht. Dit hou ik. Ik blijf wel zitten al jaren, rietje? Ja, dat is helemaal goed. Oké. Nou, onwijs onnozel dat je zo'n ballon koopt. Zo'n folieballon en dat er nog geen rietje in zit. Ik denk, hallo, dat heb je toch nodig? Je hebt toch niet zomaar een rietje bij je? Nooit zo blij geweest met een rietje. Yes! Nou, we zijn denk ik 2 uur verder en iets van 600 foto's heeft ze gemaakt. Ja, letterlijk. Dus mocht jullie nog eens een keer echt een hele goede fotograaf nodig hebben, die niet de duurste is, maar wel professioneel. Meisjes foto's instaan. Zet het al eventjes in de beschrijving. Wat hebben we net gedaan? Taart gemaakt, hè? Ja, die zit nu in de oven. Ik heb net deel 1 van een citroen merengue taart gemaakt en die zit nu in de oven. En dat moet nog wel eventjes. Doe het niet zo. Oh. Nou, ik heb nu deel 1 van de chocoladetaart erin. Want ik moet de cake zeg maar eerst bakken. Dus ik heb nu deel 1 erin en straks moet ik die nog bakken. En dan ga ik morgen weer verder. Net mijn haartjes even gekruld. Het is eigenlijk een keer een beetje goed gelukt. Ik krijg het gewoon nooit voor elkaar hoor, om de rechterkant voor mij een beetje fatsoenlijk te krullen. Want je krijgt altijd van die rare plukken. En ik heb het hier een klein beetje getoupeerd hieronder. Want anders dan staat het zo tegen mijn hoofd aan. Er is een dikke kop van. Jongen. Ja, ik moet vloggen zeg. Ja, je moet mij niet te vloggen. Oh, nou, dacht wat je dan zei toch? Vlog op, man. Nou, ik wil jullie graag nog eventjes aan iemand voorstellen. Namelijk mijn beste vriendinnetje, Hilde. Kijk, Marisa, niet als ik een broodje zit eten. Ja, dan ben je op je mooist. Dan ben je natuurlijk. Nee. Terwijl de meiden om buiten zitten, ben ik eventjes op zoek. Oh. Naar plastic bekers. Want er is er een jarig en daar moet op gedronken worden. En normaal gesproken zijn deze schatten gewend van mij dat ze echt een heerlijk shotje krijgen. En nu niet. Eentje voor Wiesje. Eentje voor Daniek. Eentje voor Hendrika. Eentje voor mezelf. Het is Wiesje. Hi. Die zag je ook al in het bos en nu is ze in mijn huis. Ja. Nou, ga weg. Je mag niet zoveel shotje maken. Oh. Ja. Nou, zoals ik zei, er is er een jarig daar moet op gedronken hoor. Ik heb een lekker shotje voor deze meiden gemaakt. En voor papa. 3, 2, 1. Daar gaan we dan. Hup, hup. Lekker. Nee.
Vonden jullie het lekker, schatten? Nee. Ik zit nu op de fiets en ik word door een meidom. Word ik verrast en ik heb geen idee waar we naartoe gaan. Dit is echt heftig. Gaan alleen de dingen eraf rossen? Ja, dat kan wel. We zijn los. De eerste letter is binnen. We fietsen door naar de Jan Jurjen Singel. De Kruigenhuizen. Hobbes. We komen nog wat fietsjes af van die kant. Los eerst dat ding eraf. Hoppa. Goed. Ik heb... nice. Dat deed je heel agressief en niet goed. Net ging het wel. Ik ben echt een stukje voor de dorp. Dit is nou aan de kant voor de auto. Jata! Hoe slecht die ballon? Dat vind ik heel erg. Ja. Dank je wel. Oh, lief! Jezus. Een speciale dag. Deze bijzondere tijd waar niet veel meer kan en mag, zie ik nog steeds jouw vriendelijke lieve lach. En heel soms dan ook een traan, ook al is het leven en laat het gaan. Je staat in de bloei van je leven, geniet er maar van, want het is niet voor iedereen zo gegeven. Gezond zijn is zo fijn, ik hoop er nog lang en altijd voor jou te zijn. Heel veel geluk, hopelijk kan jouw dag niet meer stuk, papa. Ah. Ik lekker wijzen. Ja. Nee, dit gaat goed. Die slippers. Zo sexy. Hopelijk het eraf. Bij mijn tante. Hier gaan we barbecuen. Ik ben bang dat ik straks die hamer tegen mijn kop aan krijg. Nee, jij mag het ook blijven. Wie zei dat? Nou, kom op! Ja! Met deel 1 van de. Waarom zeg ik altijd. Waarom weet ik nooit wat ik moet zeggen? Ik heb net deel 1 van de. Citroen merengue. En dat moet nog wel eventjes. Oh, er rookt nou ook wat in de oven. Nou, dat tweede. Ja. Het tweede gedoe. Maar help me film, op die plassen. 33 seconden per kilometer. Jezus, dit was mijn runkeeper. Oh, mag... back. Okay. Als Freek Vonk. Gebruiken voor... Tijd 55 minuten. Afstand 8.37 kilometers. Gemiddeld tempo 6 minuten 30 seconden per kilometer. Zeg maar. Kan je dat doen? Hahaha, I love it!